Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Daar gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway. Zoals u, die zien dit gebeuren en die bellen 112. Je gaat vervolgens kijken wat er aan de hand is, want de alarmcentrale heeft zoveel mogelijk informatie nodig om deze calamiteit op een goede manier tot einde te brengen en de mensen zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te krijgen. Dus wat belangrijk is, u geeft als u 112 gebeld hebt duidelijk door wie u bent, waar u bent, waar zich het ongeval plaatsvindt en hoeveel personen erbij betrokken zijn. Dat is wel heel belangrijk. Globaal benoemd. In de beleidsregels zijn er verschillende voorzieningen. Ik zou natuurlijk dank u wel voor de beantwoording. Kijk naar de heer Van Mielo of hij aanvullende vragen heeft. Dat is doorkijken naar de toekomst, hè? Dus de behandeling van de pest. Ja, het was inderdaad wel een heftige week. Het was ook wel, het zijn al tijden heftige weken bij de Partij van de Arbeid. We hebben een lastige tijd achter de rug. Nou ja, maandag kwam daarbij dat Willem Lapatti bekend maakte dat hij naar de VVD overstapt. Ja, dat is een heel raar begin van je week.
Ja, we hebben, wat ik zeg, we hebben een lastige tijd achter de rug. We waren ook bezig om eruit te komen. We hadden eigenlijk vandaag ook gesprekken gepland staan. Het is jammer dat hij dat niet heeft afgewacht. En dat hij nou, toch naar een partij is gegaan die inhoudelijk wel wat anders is dan de Partij van de Arbeid. Dat vind ik eigenlijk wel vreemd. Voelt u zich al een beetje thuis bij de VVD? Nou, ik kan zeggen dat ik me heel goed thuis voel. Ik heb vandaag, ook in de Raad, heb ik aangegeven dat ik vanaf vandaag eigenlijk formeel zeg maar, onderdeel uitmaak van de VVD-fractie. Daar ben ik heel blij mee. We hebben vandaag zelfs al nieuwe fractiefoto's gemaakt. Dus op dit moment zeg maar, wordt het waarschijnlijk al op de website van de gemeente gezet. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Goed, je kwam begin dit jaar in de fractie van de Partij van de Arbeid omdat er een aantal mensen uit die fractie uitgingen. En nu ben je fractievoorzitter. Hoe voelt dat? Ja, weet je, met alles wat er is gebeurd voelt het niet echt feestelijk. En doe je gewoon even wat nodig is. Ja, we gaan aan de slag met de inhoud. We hebben volgens mij de laatste tijd veel te veel met elkaar, hebben we ons te druk gemaakt om elkaar. En ik denk dat we aan de slag moeten met waar we hier zijn, de motiemarkt, de inwoners. Daar gaat het om en daar gaan we mee aan het werk. Wat verandert er dan eigenlijk? Nou, wat er verandert is natuurlijk gewoon dat ik in een nieuwe fractie zit op dit moment. Dat ik daar heel veel zin in heb en dat ik vooruit kijk voor Almelo. En dat we constructief aan het werk gaan, ook nu in een nieuwe samenstelling. En daar ben ik heel blij mee. Dus het scheelt, ik heb al 4 jaar in de raad gezeten in de vorige periode. Ik ben er nu bijna een jaar weer bij en we gaan gewoon aan de slag. Ik ben Dick van der Veer. En ik woon in Wierden. Ik ben wel in Almelo geboren trouwens, maar ik woon dus al sinds 1985 in Wierden. Dus ik ben eigenlijk wel Wierdenaar geworden, inmiddels. En je zit bij Servus? Ik zit bij Servus, ja. Servus Almelo, maar hoe lang zit je daar al bij? Ik ben vanaf Servus begonnen is, toen ben ik daarbij gekomen. En wanneer was dat? Dat was in 1985. Alles wat er toen bij was, daar is er bijna niemand meer van. Nee, want jij bent er nog steeds. Ik ben de enige die zo'n beetje vanaf die tijd er nog bij is, ja. Vanaf 1985? Hier bij deze groep tenminste. Ja, precies, ja. Ja. Maar dat is een hele onbescheiden vraag, maar hoe oud ben je dan nu, Dick? Oh, ik ben op dit moment 92 jaar en 4 maanden. Ik heb begrepen, dit is jouw laatste voorstelling. Ja. Hoe voelt dat voor jou? Dat voelt voor mij niet zo best natuurlijk. Kijk, als je in een opbouw zit, dan ga je steeds verder, hè, naar boven. Mm-hmm. Dus ik ga naar beneden. Dus ik moet een keer stoppen. Ja. En dat is nou. Hoe zorg je ervoor dat je al die nummers nog uit je hoofd kent? Net als iedereen dat doet, hè. Ja. Zoals Almer dat deed, zo deed ik het ook. Ja. En vroeger ging dat allemaal veel sneller. Zeker bij een operette. Maar er was een heel hoop melodie, die ken je al. Ja. He, je hoeft alleen de woorden maar te leren. Ja. Hier heb je heel veel melodieën. Die klinken toch wat vreemd in de oren. Ja. He? En dan moet je de melodie nog mee leren. De vereniging betekent voor mij in feite alles. Kijk, ik ben eigenlijk elke repetitie ben ik aanwezig. He? Dus ik ben niet dat ik zo zeg van, ik vind het wel goed. Dan kom ik met een week, 2 weken niet. Nee, dat doe ik. Ik ben lid. En als je lid bent, ook bij een voetbalvereniging, dan hoor je het te wezen. Juist. Daarvoor ben je lid. Ja. En dat ben ik. Ja. Ik ben dus lid van Servus en... En je bent niet gewoon lid, hè? Nou ja, ik ben dan nog erelid. Ja, zeker. Het enige op dit moment. Servus, daar moet je door gegrepen worden. Je moet door de lieden gegrepen worden. Hè? En als je dat één keer hebt, dan gaat het vanzelf. Dan ga je vanzelf verder naar het einde toe. Ja. Voor zover hij dat zelf in de hand hebt. Er doen 7 korpsen aan mee. Echt van wereldniveau. Topkorpsen van Nederland. In 2014 zijn we al begonnen met de voorbereidingen. Om die korpsen te kunnen krijgen. En uitzonderlijk is dat we de Koninklijke Marechaussee dit jaar ook hebben. En dat is uitzonderlijk, want ze komen niet vaak op burgertaptoes. Dus daar ben ik best trots op dat ze komen. Ja, het hoofddoel is dit jaar wederom kans voor een kind. Om zoveel mogelijk kinderwensen te kunnen vervullen. Ook kinderen die ziek zijn. En het andere doel is Medicare Equator. Of Equator Medicare, we noemen het wel, van dokter Jungst.
om schone waterputten te bouwen in Ethiopië om de babysterfte tegen te gaan. Er zijn tientallen vrijwilligers die zich belangeloos inzetten, zoals de scoutinggroep. Rijkelijk zelf zijn we ontzettend dankbaar voor dat ze het stadion weer beschikbaar stellen voor dit goede doel. Mm-hmm. En het bestuur van de stichting Om de Stad toe. Ja, 's middags in de stad, om 3:00, mm-hmm. is er dus een grote strijdparade in de binnenstad. En wie doen daaraan mee? De 4 korpsen totaal. Die gaan door de binnenstad. De binnenstad een kleine opwarming gegeven voor de grote taptoe-zaders. Voor de officiële opening treedt onze trots van Almelo, onze winnares van de Voice Kids, Esme Schreus, voor ons op. Dat is om 7:00 tot rond 7:10. En van 6:00 tot 7:15 kan men met haar op de foto, kinderen of zo, voor een meet and greet. Dit keer is de opening doet onze commissaris van de Koning, mevrouw Anke Bijleveld. We hebben rond 22:30 een spetterende vuurwerkshow. Waar mensen echt van kunnen genieten, zelfs als het afgelopen jaar. Dat was één groot spektakel. Aanvang 12:30 met Mooi Lark, Hansen Poets, Diana en nog veel meer goede acts. Ja, dat kan niet. Het is te hard. Mensen, kom allemaal. Kom. Hij moet ingeleverd worden. Moet je even slag nemen. Schijt aan de schijt. Het is te hard. Schijt aan de regel. Allemaal. Het Hopnop Festival, aanvang 12:30, medewerking van de Hands and Poets, Mooi Lark, Dilana en de bezoekers. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Dat bereik je dus ook als je het van de mensen naar je omzet. Ja. Dat men ook meer welzijn beleeft en minder snel zorgen. Dus dat is een gegeven. Dat is ook uit onderzoek gebleken dat zo werkt. En, maar gaan jullie dan ook, tenminste is dan ook het idee daarbij van, want ik zie hier dus U heeft een prachtig plan voor op het terrein van Indië. En hoe was de reactie van de raadsleden? Nou, de raadsleden zijn zeer geïnteresseerd. Alleen. De vraag die steeds terugkomt van hoe kunnen wij daar iets mee doen in de raad. En hoe kunnen we daar een motie van maken. En waar het met ons met name om gaat is dat er meer ruimte komt voor dit soort projecten. Omdat dit eigenlijk een project voor de toekomst is. Dat is waarschijnlijk heel jammer. Ja, waarom die zesdepartij die anders best wel dat soort dingen in. We zijn in gesprek geweest met raadsleden en we hebben hun gevraagd om de motie die ze vorig jaar aangenomen hebben, om daar toch het college te vragen om die echt uit te voeren. De raad heeft gevraagd om een ton beschikbaar te stellen voor plattelandsontwikkeling. Daar gebeuren heel veel projecten mee, ook buitenspoor. En om daar ook structureel geld voor te vinden voor 2017 en verder. Wat we nu in de perspectiefnota zien is dat er geen dekking is. En dat het nog maar de vraag is of deze motie uitgevoerd wordt. Dus ja, ik heb niks te vertellen precies. Ik heb van alles dus.
Dus waarom zijn wij hier? Ja, we hebben een geweldig plan met de Leemslaag Plas, waarin wij een heel woest gebied waar alleen maar bomen groeien en slip ligt en waar niemand iets mee doet en waar verloedering plaatsvindt. Daar willen wij een leuk gebied van maken, waar mensen kunnen recreëren, waar ze dingen kunnen beleven, tussen de dieren tussendoor kunnen lopen, met de kinderen en de kleinkinderen en zelf ook, gewoon dichter bij de natuur komen. Hoe is de reactie van de raadsleden? De reactie van de laatste raadsleden, die zeggen eigenlijk unaniem van, dat is een schitterend plan. Echter, de grote vraag is, hoe gaan we dat financieren? Dat doen ze nu niet. Projecten waar je mee komt. Ja, maar ik zit wel echt even zo. Meer inzetten voor dat recycling. Ja, het is wel zo dat als je meer professioneel wordt van maken, dat je wel zegt, nou, dingen die wij kunnen, die wij en dingen die wij niet kunnen, die besteden wel een andere fietsen maken. Thank you.
Vroom en Reesman. Dus een beetje geïnspireerd op de Ibiza-markt op het eiland, de hippie-markten. En die bestaan uit veel franje sferen, leuke sieraden, kleding. En die populariteit van het eiland is natuurlijk heel erg naar Nederland gekomen. Heel veel Nederlanders gaan daar naartoe. Dus dat leeft enorm nu, Ibiza. En met de Ibiza-markt trekken we dit jaar door het hele land. En we doen 8 locaties aan, waaronder Almelo. Welkom bij Twente Breed, het programma van 1 Twente met het grote en kleine nieuws uit Twente. Het Blaaskapellenfestival in het Beeklespark in Almelo begon zonnig. Maar bij de laatste band werden de vele bezoekers overspoeld door een pittige regenbui. Er was echter op gerekend. De paraplu's werden opgestoken en de poncho's werden aangetrokken. En de band speelde vrolijk verder. Thank you.
Het nieuwe MST-ziekenhuis in Enschede is inmiddels alweer een aantal maanden in gebruik. Met een feestelijke opening is het nieuwe gebouw nu ook officieel in bedrijf genomen. Aan jou de eer, Bas. Leg je hand erop. Open het ziekenhuis. 5, 4, 3, 2, 1. En bij deze is het MST officieel geopend. Nou, we zijn er natuurlijk super trots op dat dit ziekenhuis hier nu staat, op de plek waar het staat. Met vooral ook alles wat we erin kunnen doen. Dat voldoet echt aan onze verwachtingen. We hebben de afgelopen maanden dat natuurlijk ook kunnen ervaren. We kunnen hier heel goed werken, we kunnen hier hele goede patiëntenzorg leveren. En we merken dat het gebouw ook doet wat we hoopten dat het zou doen. Dit station doet eigenlijk twee dingen. We willen natuurlijk laten zien wat die veranderingen zijn. En eigenlijk tegenwoordig doen we steeds meer vaatoperaties van binnenuit. En wat je zojuist gezien hebt, dan wordt echt de patiënt opengemaakt en dan repareer je het met je handen zoals we het vroeger deden. Maar bij steeds meer operaties kunnen we gewoon een bloedvat aanprikken en van binnenuit repareren. Door met een ballon een vernauwing weg te duwen. Of in geval van een verwijding. Een verwijding van bijvoorbeeld slagader heeft als risico dat het barst. Dus je moet zorgen dat het niet gaat barsten. En dan kun je bijvoorbeeld een nieuwe binnenband inplaatsen. En dat kan gewoon via een prikje in de lies. Maar wat je hier ziet is hoe dat in zijn werk gaat. Dat leggen we de mensen uit van nou, je mag zo'n nieuwe binnenband eens even plaatsen. Dan krijg je een beetje feeling wat we aan het doen zijn en wat dat inhoudt. Maar wat we hier ook willen duidelijk maken is onze nauwe samenwerking met de Universiteit van Twente. Waar natuurlijk allerlei technische ontwikkelingen zijn om dit te leren in simulatoren. De opening is een heugelijk moment. Het is niet alleen een prachtig ziekenhuis, dat kan iedereen zien. Maar we leveren ook prachtige zorg. En met het nieuwe gebouw en alle nieuwe apparatuur die we hier krijgen. Zorgen dat we dingen kunnen die we voorheen niet konden of minder goed konden. Dus het nieuwe gebouw is niet alleen heel mooi. Maar we kunnen ook gewoon vele betere, efficiëntere zorg leveren voor de bewoners van Twente. Het allermooiste, behalve de hybride OK natuurlijk, want dat is mijn eigen vakgebied. De ruimte, het licht, de verbeterde omstandigheden voor patiënten. Dat vind ik eigenlijk wel het allermooiste. Je hebt net hier je longen laten testen. Ja, hoe was dat? Leuk. Je moet ook heel hard blazen en dat is van je ook heel erg leuk en zo. Ik kom uit Utrecht. En ik heb hier gewerkt en ik was erg nieuwsgierig naar hoe het nieuwe ziekenhuis eruit zou gaan zien of uitziet. Het is echt prachtig, het is heel ruimtelijk. Het lijkt, ik vind het heel gastvrij, ik ben heel gastvrij ontvangen. En ik vind vooral de openheid vind ik heel prettig. Veel licht, veel ruimte voor kleuren. Mooi. De politie Midden-Twente is gestart met een campagne om woninginbraken tegen te gaan. Nu de zomer voor de deur staat, wordt er vaak een inbraakpiek geconstateerd. Nou, in de gemeente Hengelo, Hof van Twente, Haaksbergen en Borne zijn we samen met de gemeente gaan nadenken over hoe wij de inbraken zouden kunnen verminderen. We zien dat in de zomerperiode er toch regelmatig meer inbraken zijn, ook andere vakantieperiodes. En we proberen specifiek in te zetten op de mensen die op vakantie gaan, die een caravan voor de deur hebben, om daar, alertheid te organiseren bij de mensen zelf, dat ze zelf alert zijn over een aantal maatregelen die ze kunnen nemen. We hebben een poster overhandigd om, die hangen we dan op in ons bedrijf, in de werkplaats en in de showroom. En wat is er op de poster te zien? Dat er inbraakpreventie, dus let op dat de caravan niet te lang bij de deur staat, dat de inbreker kan zien, die gaan op vakantie, dus ja, daar is hij voor bedoeld. De politie gaat zowel zichtbaar als onzichtbaar surveilleren, maar er is ook een taak weggelegd voor de bewoners. Het begint al met het niet te lang voor de deur hebben staan van de caravan. Voor mensen die niet met de caravan op vakantie gaan, zorgen voor dat buren, familie of anderen regelmatig een kijkje komen nemen bij uw woning. Zorgen voor dat er regelmatig een lampje aangaat in uw woning, dat de post een keertje wordt opgehaald. En dat zijn wel de maatregelen, de meest gangbare maatregelen die u kunt nemen. We zien ook dat het naberschap in die zin weer terugkomt met de komst van WhatsApp. Heel veel buurten maken gebruik van WhatsApp om uiteindelijk elkaar te waarschuwen als er iets vreemds aan de hand is. En uiteindelijk komt dat ook bij ons terecht. Daar vragen we ook om bij verdachte situaties niet alleen die WhatsApp-groep te gebruiken, maar ook ons te bellen via 112, zodat wij een kijkje kunnen nemen en een eventuele snordaad kunnen tegenhouden. De politie ziet het aantal inbraken al dalen.
Deze regio, specifiek voor het baasteam Twente Midden, zien we een kleine daling van het aantal inbraken. We zien ook dat er vaker sprake is van een poging tot woninginbraak dan een inbraak zelf. Dat vinden we natuurlijk heel positief, maar we willen graag dat het nog minder wordt. Jan Krul draagt in ieder geval zijn steentje bij. Ik ga de mensen wel waarschuwen, ja. En ook dat ik hier aan mee heb gedaan, zal ik wel de mensen waarschuwen van, ja, let een beetje op. 14 juni was het Wereldbloeddonordag. Er wordt dan wereldwijd aandacht gevraagd voor vrijwillig en onbetaald bloeddonorschap. Met name een kijkje bij Bloedbank Saquin in Enschede. De Wereldbloeddonordag, dat wordt gehouden op 14 juni. Dat is dus vandaag. En dat wil zeggen dat wij wereldwijd stilstaan bij het belang van donorschap voor mensen die dat vrijwillig en belangeloos geven voor hun medemens. Het is op dit moment zo dat bloed en plasma alleen gegeven kan worden door mensen die dat vrijwillig doen. Het kan nog niet kunstmatig gemaakt worden. Dus erg belangrijk dat er in de hele wereld mensen zijn die dat voor hun medemens doen. Mijn vader die doneerde vroeger altijd al bloed. En toen ik zelf op de leeftijd kwam dat dat kon, dacht ik, ja, waarom eigenlijk niet? Dus toen ben ik begonnen, al heel lange tijd geleden. En intussen tijd een aantal kinderen gekregen. En toen heb ik een paar jaar niet gedaan. En nu dacht ik, nou, het kan wel weer. Eigenlijk kreeg ik een oproep om één deze weken te komen doneren. En toevallig kom ik vandaag binnen. Het is heel feestelijk en gezellig. En hoe zit het met de donoren in Enschede? Gelukkig hebben we op dit moment voldoende donors. Maar voldoende is eigenlijk voor ons nooit genoeg, omdat er natuurlijk altijd een verloop is. Mensen die bereiken een bepaalde leeftijd, en dat is in dit geval 70. En dan hebben we weer fris bloed nodig, zoals wij dat dan zeggen. Dan hebben we weer nieuwe donors nodig. Donors verhuizen soms, zodat ze naar een andere locatie gaan. Of hebben zelf zijn zelf ziek, en waardoor ze dan ook geen bloed meer mogen geven. En dat is dus altijd de aanleiding, dat wij zeggen, ja, donors hebben we altijd nodig. Dit was Twente Breed voor deze week. Wist je trouwens al dat je iedere werkdag vanaf 7 uur in de ochtend kunt luisteren naar 120 Radio? Dat kan via je eigen lokale omroep. Op 120 Radio hoor je ieder uur de leukste muziek en uiteraard het laatste nieuws uit Twente en uit je eigen gemeente. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.